Zijn jullie boos? Ja! Zijn jullie woedend? Ja! Gaan we hier wat aan doen? Ja! Hoe laat is het? Zondagmiddag stond de Lammermarkt in het teken van het woonprotest Leiden. De bond Precaire Woonvormen, die de manifestatie organiseerde, haalde daarbij hard uit naar de politiek, particuliere verhuurders en studentenhuisvesters. Huizen zijn voor mensen. Niet voor winst. Huizen voor mensen. Niet voor winst. Nou, het probleem is enorm. Dat zie je niet alleen aan de wachtlijsten. Dat zie je aan iedereen met wie ik spreek heeft. Zeg maar, de huren zijn voor iedereen te hoog. De koopprijzen zijn voor iedereen te hoog. Mensen wonen in precaire situaties. Wij kennen heel veel mensen die moeten van slooppand naar slooppand verhuizen. Van tijdelijke huur naar tijdelijke huur. Omdat ze niks vast kunnen krijgen. Naast demonstranten waren ook verschillende politieke partijen op de manifestatie afgekomen om campagne te voeren voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daar was de organisatie niet onverdeeld positief over. Wie hebben ons verraden? Sociaaldemocraten! Wie hebben ons verraden? Sociaaldemocraten! Volg ons of ga aan de kant. Kom niet met allemaal plannen die compromissen sluiten tussen verhuurders en huurders. Kom met echte plannen waar huurders wat aan hebben. En dat betekent dat verhuurders een aantal flinke stappen achteruit moeten nemen. Er moet gewoon hartstikke veel gebeuren om meer betaalbare woningen te bouwen. Maar ik denk eerlijk gezegd ook dat GroenLinks, de Partij van de Arbeid, ook wel weer de vrienden van betaalbare woningen zijn. Dus ik snap dat mensen boos zijn, maar ik denk ook dat we veel kunnen doen om mensen te helpen. Sommige mensen die vinden het fijner om van de zijlijn te schreeuwen. En sommige partijen zoals GroenLinks en de Partij van de Arbeid, die doen gewoon, die gaan aan de slag en die maken het verschil. Nou ja, dat je als je op zoek bent naar een sociale huurwoning, dat je in ieder geval 10 jaar moet wachten. En je ziet ook dat het probleem ook zit in dat die huurprijzen steeds meer stijgen. Dus steeds meer mensen moeten een steeds groter gedeelte van hun inkomen betalen aan huur. En ja, dat begint nijpend te worden. We hopen dat nu met deze demo in Leiden echt het idee begint te ontstaan van als de huurders iets willen doen, dan moeten ze het eerst samen doen. En de politiek die komt er dan hopelijk achteraan. Na afloop van de manifestatie trokken de demonstranten in een protestmars door de stad. Een deel van de groep richtte volgens de politie onderweg vernielingen aan. Ze werden bij station Leiden Centraal opgewacht door de mobiele eenheid. 23 van hen werden gearresteerd. De meeste zaten maandagmiddag nog vast. Ja, ik vond het vroeger heel leuk om te koken. Dus nu ben ik blijven doen eigenlijk. Dus nu doe ik dit. De komende weken staan er studenten in de keuken van het gebouw in Leiden-Noord. Tot en met 12 maart is Goede Doelen restaurant Happitaria er gevestigd. Meestal organiseren we het eens in de 2 jaar. En dat zou dus officieel vorig jaar zijn. En toen hebben ze besloten van met corona, het was toen nog zo vers. We gaan het risico niet nemen. En uiteindelijk is natuurlijk ook de horeca echt vrij lang dichtgebleven. Vorig jaar hebben ze €60.000 opgehaald. Maar we hebben zelf al wel een beetje ingecalculeerd. Er kunnen minder mensen in het pand. Dus het is denk ik niet reëel om te denken dat €60.000 weer gaat lukken. Maar we dachten 40.000 is toch wel een goed scheefslag om naar te gaan werken. Het geld dat de studenten verdienen gaat naar Teerfund. Een instelling die zich onder andere inzet tegen mensenhandel in Nepal. We gaan met de communities in gesprek over mensenhandel, zodat mensen ook bewust zijn van mensenhandel met de meiden, met de vrouwen, met de mannen ook. Heel belangrijk. En daarnaast zorgen we ook dat, of gaan we werken aan werkgelegenheid. We zorgen ervoor dat mensen dus een betere kansen hebben in het gebied waar ze wonen, zodat mensen niet het gevoel hebben dat ze hun kind moeten wegsturen of dat er een of andere oom langskomt die kansen biedt, zodat er echt kansen zijn voor de mensen lokaal. Wethouder Paul Dirksen verrichtte vrijdagavond de officiële openingshandeling van het pop-up restaurant. Na het doorknippen van een lint kon er worden gegeten voor het goede doel. Ja, dit vind ik een fantastisch idee. Niet alleen maar met je eigen omgeving bezig zijn, maar ook denken aan vraagstukken in de wereld waar je ook een bijdrage aan kan leveren en door middel van eten. Nou, we willen allemaal graag een hapje eten en zeker als het voor ons klaargemaakt wordt. Maar dat het dan ook nog een goed doel dient, ja, dat is volgens mij een win-win situatie. Dit worden kipschnitzels voor de Pokeball. Is dat veel werk? Nee, er valt mee. Ik moet gewoon hier even dunne schnitzels van snijden. En dan
paneren. En het eten dat overblijft, ook dat gaat naar het goede doel. Ja, je bent natuurlijk een restaurant, je blijft eten over en je wil natuurlijk niet te veel verspillen. Dus inderdaad, als er eten over is, dan kan je daarop bieden en dan kan je inderdaad of een lekkere lasagne of een pokeball voor de dag erna nog lekker opwarmen. Dit is een zwaard dat we speciaal hebben laten maken voor het verhaal van Nederland. Het is het verhaal van Willem. En dit hebben we speciaal laten maken voor de serie, zodat Willem heel erg herkenbaar is. Het is een scherpwapen, handgesmeed door een smid in Italië die hierop gespecialiseerd is. Acteur Daan Schuurmans is de grote blikvanger van het verhaal van Nederland. Duizenden jaren lang leefden er alleen jagers in ons land. Maar minstens zo belangrijk voor de populaire tv-serie is Leidenaar Jaap Hogendoorn. Vanuit zijn schuur brengt hij de Nederlandse geschiedenis tot leven. Dit is een schoen uit de late ijzertijd, begin van de vroege middeleeuwen. Veel van de herstellingen doe ik zelf. En wat ik van houtwerk kan maken, dat maak ik ook zelf. Dus dit zwaard bijvoorbeeld, ijzer van de smid, het hout en het messingwerk, heb ik zelf gemaakt. Bij het naspelen van historische gebeurtenissen werd zijn bijdrage in de tv-serie steeds groter. Zo'n grote productie is dat niet gewend, dat één persoon en verstand heeft van figuratie binnenkrijgen en van kleding en van materialen en van gevechtscènes. En stiekem ook nog wel heel veel over de details en de handelingen die erop die mensen uit het verleden deden. Maar dat vertrouwen kreeg ik heel snel van Laurens Blok, de regisseur. Dus op een gegeven moment stonden wij heel vaak naast elkaar naar een scène te kijken. En vroeg hij, Jaap, hoe kan ik dit nou nog interessanter maken? Wat voor een handeling kan erbij? Voor de makers van de tv-serie is het essentieel dat alles waarheidsgetrouw is. Je creëert een wereld samen. En als daar dingen heel erg uit verhouding in zijn of uit de tijd lijken, dan neem je een kijker ook niet mee in het verhaal dat je wil vertellen. He, dingen die afleiden, storen en brengen mensen uit het verhaal dat je wil vertellen. Hogendoorn duikt ook als acteur op in het verhaal van Nederland. Willem is niet de enige die het tegen de Spanjaarden opneemt. Aflevering 6 en daar hadden ze Jan Koppenstok bij nodig. De veerman die als eerste de geuzen ziet aankomen bij Brielen. En daar mocht ik op het IJsselmeer mocht ik een stuk varen en een roeiboot uitstappen. En heel scherp in de verte kijken met een mooie close-up. Superleuk. De watergeuzen. Met ruim 2 miljoen kijkers is het geschiedenisprogramma een groot succes. Op mijn social media was iedereen helemaal klaar om te gaan kijken. Maar dat er zoveel mensen in Nederland het mooi vinden, ja, dat is wel echt, dat verbaast nog meer. Ik had het wel gehoopt, hè? Je hebt maar hele kleine dotjes verf nodig om het te laten zien dat het licht erop schijnt. En dat ben ik nou proberen na te maken. Ter promotie van het tv-programma Het Geheim van de Meester wordt op de Leidse Beestenmarkt gewerkt aan een nieuwe versie van de Nachtwacht. Iedereen mag eraan meedoen, van jong tot oud. Ik ben 50 jaar huisschilder geweest. En ik ben sinds een jaar met pensioen. En nu heb ik eigenlijk het schilderen ontdekt door het niet dekkend te kunnen schilderen. Dat is wel een hele andere dimensie dan ik vroeger gedaan heb. En je kan je ontzettend hierin verliezen in de tijd en gewoon je dingen doen die je zelf leuk vindt. We zijn ook in Eindhoven geweest een week en we staan dus hier in Leiden nu vandaag voor de laatste dag. En alle 6 doeken zijn volgeschilderd. Het is hartstikke bijzonder. Ik bedoel, er hebben zoveel mensen aan gewerkt. Dus dan zie je echt een soort mix van jong en oud die binnen zijn geweest en die hebben meegewerkt aan het schilderij. Dus ja, wie kan dat zeggen dat gebeurt? Het maakt niet uit of je goed kan schilderen of niet? Nee, zeker niet. Dat is juist leuk om te zien, dat je alle stukken bij elkaar ziet. Verschillende kunstenaars, maar ook gewoon passanten die totaal niet schilderen normaal, zeg maar. Dus dat is hartstikke leuk. Het is bijna af. Ik heb de laatste puntjes hier neergezet vanmorgen. En ik dacht dat het vandaag ook de laatste dag was. Dan worden ze aan elkaar gemaakt en dan zien we wat het resultaat wordt. Hi, ik ben Lola, ik ben 19 en ik begin in april aan de koksopleiding bij Lotte en de Walvis in Leiden. Ik ben Dylan, ik ben 20 jaar. Ik werk hier bij de Harbour Club in Den Haag en ik doe de koksopleiding. Nu de horeca weer helemaal open mag, zijn Lola en Dylan heel gemotiveerd om in de horeca aan de slag te gaan.
ja, ik ben helemaal gek op eten. Ik hou van alles met eten. En toen zag ik deze vacature en dacht ik, ik wil heel graag een vak leren. Ik wil niet meer 5 dagen naar school. En toen dacht ik, nou, super. Het is wel veel uurtjes, maar met een gezellig team, dan doe je een stapje extra voor elkaar. Hard werken. Hard werken, maar wel gezellig. Ik heb echt het idee, gewoon het gevoel dat we nu echt het ergste gehad hebben. En dat het gewoon weer, dat de horeca weer helemaal op gaat bloeien. Toch is het personeelstekort bij veel horeca nog groot en loopt bij sommige horecaopleidingen het aantal studenten terug. Het is dus de vraag of jonge mensen nog wel zin hebben in de horeca. Ja, dat is denk ik toch nog wel een beetje de vraag inderdaad. Want vroeger is de horeca natuurlijk niet, en laten we eerlijk zijn, niet de beste werkgever geweest. Maar dat is denk ik wel het goede van corona geweest. Dat daar nog eens een keer goed naar is gekeken, dat de cao beter wordt. Waardoor mensen denk ik toch wel weer, kijk, horeca blijft toch wel heel aantrekkelijk voor jonge mensen. Of het een bijbaan is of vast, het is gewoon de gezelligheid die iedereen heel graag opzoekt in de horeca. Beide koks in opleiding hebben ondanks corona en de gevolgen ervan voor de horeca niet getwijfeld over hun keuze. Helemaal niet over nagedacht eigenlijk. Ik dacht juist, wanneer kan ik beginnen, wanneer mag ik weer, wanneer kan ik weer hier staan, dat soort dingen. Als allereerste wil ik zeggen dat ik vind dat deze opleiding echt ontzettend goed betaalt. Helemaal voor iemand van mijn leeftijd die niet gediplomeerd is of iets, vind ik dat het heel goed betaald. Twee, de GGD, dat werk achter een computer, bellen, dat is gewoon niks voor mij. Hier ben je echt bezig, de tijd vliegt, dat vind ik veel leuker.